Welkom bij een nieuwe uitzending van Parkinson TV. Vandaag gaan we praten over nieuwe therapieën bij Parkinson. Welke zitten er in de pijplijn? Wat kunnen we daar op korte termijn of langere termijn van verwachten? En daar praten we over met een aantal mensen hier in de studio. Allereerst Rudy van der Heuvel. Jij hebt 7 jaar geleden te horen gekregen dat jij het Parkin-gen hebt. Bent hoofddocent op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, industrieel ontwerpen. Praten we zo met jou over door. Fijn dat je er bent. Ja. Naast jou zit Marina Noordegraaf. Je hebt 3 jaar geleden te horen gekregen dat je de ziekte van Parkinson hebt. En bent onder andere patiëntonderzoeker bij de Parkinson Vereniging. Dus daar gaan we met jou ook over praten vandaag. Ja. En tot slot Bas Bloem, Parkinson neuroloog. En welbekend gezicht hier bij Parkinson TV. Mocht u voor vandaag vragen hebben over nieuwe therapieën bij de ziekte van Parkinson, dan kunt u ons die stellen via de website. U kunt de vragen insturen en aan het eind van de uitzending kijken we of we nog een aantal vragen kunnen beantwoorden. We gaan snel in gesprek met elkaar. Rudy, ik wou bij jou beginnen. Ik zei net, jij hebt het Parkin-gen. Kan je vertellen wat dat inhoudt? Ja, dat houdt in dat mijn ouders beide een fout gen hebben. En de kans is heel klein dat je dat dan ook krijgt, maar ik heb dus 2 fouten genen. En dat ik eindelijk weet wat mij te wachten staat op het gebied van aandoeningen. En Bas, want het komt volgens mij niet zo heel vaak voor. Jij zegt ook, het komt niet vaak voor. Wat betekent dat, het Parkin-gen? Nou ja, we realiseren ons steeds meer dat de ziekte van Parkinson helemaal niet bestaat. En onder andere zijn er een stuk of 8 erfelijke factoren die Parkinson kunnen veroorzaken. Dat zijn soms dominante vormen, die gaan van generatie op generatie. Je hebt ook recessieve vormen, dat wil zeggen beide ouders zijn op zich gezond, maar hebben wel een ziek gen bij zich. En geven aan 1/4 van hun kinderen, allebei bij toeval een ziek gen door. Die heb jij dus gekregen. Ja. Als je 2 zieke genen hebt, dan krijg je daar de ziekte van Parkinson van. En dat is dus eigenlijk een vorm van Parkinsonisme. En dat is een unieke vorm, herkennen we nu, waar inderdaad vaak een wat gunstiger prognose aan vastzit. Met als nadeel wel dat je het vaak ook wel op wat jongere leeftijd krijgt. Ja, hoe oud ben jij? Ik ben begonnen met mijn 35. 35, ja. Dat is heel jong. Staat dus ook nog volop in het werkende leven. Hè? Je werkt op de hogeschool. Ja. Je vertelde dat Parkinson eigenlijk steeds meer is verweven geraakt met jouw werk. Hoe is dat zo gekomen? Nou, ik doe mee aan heel veel onderzoek hier op de Radboud. En dus dan hoor ik van allerlei kennis die ontwikkeld is. En dan gaat mijn industrieel ontwerpershoofd draaien. En dan denk ik van, ja, wat kun je nou met die kennis? Dus dan ga ik allemaal producten bedenken waarbij je die kennis gaat toepassen. Om bijvoorbeeld in een vries te komen of een vries te detecteren. En daar ben ik toegepast onderzoek mee, heb ik daarvoor opgestart. Dus met studenten van de HAM, techniekstudenten en ROC verpleegkundestudenten doen wij onderzoek naar hulpmiddelen voor Parkinson-patiënten. Voor Parkinson, ja. Oh ja, dus het is echt helemaal een beetje vervlochten. Ja, ja. We komen straks nog terug op een aantal voorbeelden die jij ook beschrijft. Hè. Marina, jij vertelde dat jij eigenlijk al vrij snel nadat je de diagnose hebt gekregen, je bent gaan verdiepen in de wetenschappelijke literatuur en in het onderzoek. Mm-hmm. Wat maakte dat je daartoe kwam? Ja, ik wou eigenlijk ontkrimpen, noem ik dat. Dus op het moment dat je de neuroloog tegenover me zat en die zei, mevrouw, u heeft de ziekte van Parkinson. Het voelde me echt zo klein worden, want blijkbaar wist de neuroloog heel veel over mij. Wat ik niet wist, terwijl ik al 49 jaar in het lichaam rondliep. Dus ik vond het een beetje apart dat het ineens zo werd. Ja. Dus ik had de behoefte om mijn Parkinson te verbinden met mijn eigen kwaliteiten en kennis. En die waren in mijn geval toevallig scheikundig opgeleid, wetenschappelijk opgeleid. En dus ging ik alle wetenschappelijke literatuur doornemen om weer een beetje op gelijk level te komen. En dan de volgende keer de neuroloog een vraag te stellen waarvan hij ook dacht van, wat? Dat weten we niet. Dus dan kom je weer een beetje terug. Ja, dus je bent je echt vanuit die motivatie ook echt gaan verdiepen in wat er bekend was over Parkinson. Ja. Onder andere ben je ook patiëntonderzoeker bij de Parkinson Vereniging. Wat betekent die rol? Ja, je hebt dus een combinatie van dat je ervaringsdeskundige bent, dat je de ziekte van Parkinson hebt en je bent onderzoeker. Dat lijkt me logisch, patiëntonderzoeker. Maar wat je kan doen is dus in allerlei fasen van het onderzoek op diverse treden van de participatieladder wordt dat ook wel genoemd. Dus kan je zeg maar meedenken, dus adviseren van nou nu in februari is het heel populair om subsidievoorstellen in te dienen. Dus of je nog even meer wil kijken als patiënt. Maar je kan ook vanaf het ontwerp meedenken met een onderzoek. Je kan data analyseren bij 1 onderzoek, doe ik dat bijvoorbeeld.
En je kan ook zelfs je eigen subsidieaanvraag schrijven en daar onderzoekers bij zoeken. Dus in al die rollen doe ik zeg maar. Oh, wauw. Oh ja. Maar dat laatste wat je even snel benoemt, dat gaat echt over zelf verzinnen waar je onderzoek naar zou willen doen. En daar dus ook mensen omheen verzamelen. Klopt. Ja. En ben je daar ook mee bezig op die manier? Ja, ik op dit moment doe ik de COPPIT-studie. Het gaat over cognitieve obstakels in het denken bij de ziekte van Parkinson. En vooral welke omwegen mensen daaromheen vinden. Dat vind ik het boeiendste, want je moet het toch doen met wat je hebt. Zolang we nog geen disease-modifying therapy hebben, zou ik maar zeggen. Dus ziekte-remmend middel, die echte oorzaken aanpast. Sorry. Ja. Ja. En dan vind ik het heel fijn om het te doen met wat we met elkaar kunnen vinden. Hè? Dus zo van welke trucs kunnen we van elkaar lenen en gebruiken. Dus laten we die vooral gebruiken. Jullie zijn allemaal echt heel erg bevlogen. Bij jullie allebei is die Parkinson eigenlijk echt een beetje onderdeel geworden van jullie werk. Niet een beetje, maar het is veel. Echt wel zo. Ja, interessant. Ja, je staat ook heel dicht bij nieuwe ontwikkelingen. Hè? Bas, als je kijkt naar jouw rol als neuroloog, je krijgt natuurlijk veel mensen met Parkinson in de spreekkamer. Op welke manier leeft dat onderwerp van nieuwe therapieën bij mensen die bij jou komen? Nou ja, enorm natuurlijk. Bij iedereen in de spreekkamer zijn er twee vragen. Eén is, wat kunnen we nu doen? Dat willen mensen natuurlijk heel graag weten. Maar ze zeggen ook, wat zit er in de pipeline? Is er hoop op genezing? Wanneer kunnen we die ziekte gaan afremmen? Wanneer kunnen we die ziekte gaan stopzetten? Mensen lezen gelukkig ook veel. Jullie zijn mooie voorbeelden. Ik vind het ontzettend belangrijk dat mensen goed deskundig zijn. Daarom maken we ook Parkinson TV. En mensen zeggen, hoe zit het met stamcellen? Hoe zit het met gentherapieën? Hoe zit het met, wat zijn de laatste ontwikkelingen? Mensen zijn heel hongerig naar kennis en dat snap ik ook heel goed. Ja, dan gaan we snel aan de slag. We gaan er vandaag een aantal bespreken. We hebben een aantal specialisten gevraagd om vandaag in de uitzending hun kennis te delen over specifieke nieuwe therapieën. En wat we vandaag voor het eerst gaan doen is via een live verbinding praten met Teus van Laar. Professor in het UMCG in Groningen, is neuroloog ook en klinisch farmacoloog. En Teus, welkom. Goedemiddag. Wij kunnen jou nog niet helemaal goed horen, maar dan gaan ze hier in de regie iets aan doen, denk ik. Ik ga jou gewoon de eerste vraag stellen, want Teus... Oh ja, ik hoor je, Teus. Welkom. Dit is voor het eerst dat we dit doen. Hartstikke leuk dat dit zo kan. Teus, we hebben jou gevraagd, of tenminste, we zijn heel benieuwd of jij ons een beetje bij kan praten over de nieuwste ontwikkelingen als het gaat over medicatie bij mensen met de ziekte van Parkinson. Ja, met veel plezier. Erg leuk om dit op deze manier mee te maken en ook op deze afstand, want normaal moest ik altijd naar de studio komen. Maar heel erg dank voor de uitnodiging. Wat ik zou willen doen is een paar zaken benoemen die waarschijnlijk op korte termijn ook echt beschikbaar komen. We praten over nieuwe geneesmiddelen en je kijkt naar wat er allemaal in ontwikkeling is. Dat is ongelooflijk veel. Dus dat is heel hoopgevend, maar we moeten ook zeggen, heel veel van die onderzoeken, dat is een zeer de vraag dat het op gaat leveren. Dus ik wil eigenlijk beginnen eerst met een aantal middelen die eigenlijk voor een deel al in Europa zijn geregistreerd, maar in Nederland nog niet beschikbaar. Wat dus eigenlijk om de hoek ligt, want dat zijn vaak dan vergoedingenkwesties en hoe men dat per land wil aanvliegen. En het eerste middel wat al beschikbaar is en geregistreerd is binnen de Europese Unie, dat is opicapone. Opicapone, of de merknaam Ongentys, dat is een middel, dat is een kontremmer. En een kontremmer zit in de categorie van wat we al hebben op de markt, entacapon. En tolcapon, en dat zijn middelen die verlengen of verbeteren de opname van levodopa in de hersenen. Dat moet je zeggen. Dus het zorgt ervoor dat levodopa minder snel in het lichaam wordt afgebroken en dan meer beschikbaar komt en daarmee de effectiviteit beter is. Alleen opicapon doet dat op een veel langdurigere manier dan de huidige middelen die er zijn. Dus we hopen van harte dat dit middel ook in Nederland beschikbaar zal komen, want het lijkt erop dat het toch wat meer stabiliteit kan geven voor mensen die juist wat wisselen functioneren. En Teus, als ik het goed begrijp, als ik het goed begrijp, is dat een middel zeg maar om de medicatie die al gegeven wordt op een stabielere manier en langere manier te laten werken. Ja, dus dat mensen wat langer profijt hebben van een gift van levodopa. Er zijn nu de entacapon, vooral wordt daarvoor gebruikt.
En dit is een langwerkende variant, die is al in Europa geregistreerd, maar in Nederland nog niet beschikbaar. Dus dat is dichtbij, maar dit is symptoombestrijding. Ja. Dan ga ik naar een tweede middel, wat inmiddels geregistreerd is binnen Europa, maar ook in Nederland nog niet beschikbaar is. Dat is ook symptoombestrijding. En dat is een inhaleerbare vorm van levodopa. Met de merknaam Inbrija. En Inbrija is in Amerika al op de markt. Daar heeft men al de eerste ervaringen mee. In Europa is dus al wel vergoed, maar in Nederland is het niet beschikbaar. En dat heeft tot doel de mensen die nu bijvoorbeeld een kortwerkende en snelwerkende vorm van levodopa gebruiken, bijvoorbeeld de Madopar Dispersible, om dan via een inhaleerbare vorm ook die levodopa snel tot je te nemen. Dus dat is met name, om het maar simpel te zeggen, voor de gaatjes te vullen. Ja, dus de hiaat in het functioneren, de plotseling optredende off-periodes of de early morning offs, als mensen wakker worden, dat ze dan veel last hebben. Daarvoor is dat bedoeld. Want dat werkt natuurlijk echt heel snel. Dat werkt relatief snel. Inbrija heeft ongeveer een effect na. De trials die gedaan zijn, die had een effectparameter na een half uur. En na een half uur was zo'n 70-80% van de mensen inderdaad echt om. Dus dat is een redelijk goed effect. Dat is duidelijk beter dan placebo. Maar het is eigenlijk nog niet snel genoeg, vind ik persoonlijk. Maar we hebben er in Nederland nog geen ervaring mee. Dus we zullen moeten kijken hoe dat werkt. In Nederland is er een andere levodopa inhaleerbare vorm in ontwikkeling. En daar ben ik zelf ook bij betrokken. En dat is iets wat hopelijk sneller gaat werken. De eerste data lijken dat te suggereren. En dat is ook een inhaleerbare vorm van levodopa. Dus ook bedoeld om snel te werken op de momenten dat het nodig is. Als ik nog even bij de symptomatische bestrijding blijf. Dat dus, je hebt geen drie kwartier, hè? Nee, zeg het maar. Hoeveel tijd heb ik? Je weet, als ik even wil beginnen, dan kan het de tijd doorgaan. Ik ben heel nieuwsgierig. Ik ben heel nieuwsgierig, ja? En dat weet ik van de mensen die hier zitten ook. Jij zei, ik ga iets vertellen over symptoombestrijding, maar je wilde ook nog iets vertellen, ik denk, over iets anders dan symptoombestrijding. Kan je daar iets over vertellen? Zeker. Ja, zeker. Kijk, wat iedereen waarschijnlijk wel weet, is dat een van de centrale processen die een rol speelt bij de ziekte van Parkinson, dat is de stapeling van een eiwit geheten alpha-synucleïne. En dat eiwit dat stapelt zich in de zenuwcellen en zorgt er dan uiteindelijk voor dat zenuwcellen ook te gronden gaan. Inmiddels weten we dat er meer speelt dan alleen maar die stapeling van eiwitten, want daar hebben ook ontstekingsprocessen een rol in. En daar hebben bepaalde andere celorganellen, zoals het lysosoom, dat is een kreet die mensen nog vaak zullen tegenkomen. Dat is een soort afvalverwerkingsmachinerie binnen de cel. Die speelt daar een belangrijke rol in. En dus heel veel trials worden op dit moment gericht op het beïnvloeden van de vorming, dan wel het afbreken van nucleïne. Want als je dat in de hand zou hebben, dan kun je daarmee waarschijnlijk een deel van het ziekteproces sturen. Nou, de dingen die geprobeerd zijn en geprobeerd worden op dit moment is bijvoorbeeld om mensen te immuniseren, hè, dus te vaccineren als het ware, tegen het ontstaan van deze eiwitfragmenten. Hè. Dus wat je dan doet is dat je een eiwit maakt wat voor een deel een gelijkenis heeft met die alpha-synucleïne. Daartegen worden antilichamen gevormd. En die antilichamen zorgen er dan voor dat dat eiwit hopelijk niet ontstaat, dan wel wordt afgebroken. Nou, daar zijn inmiddels een aantal trials mee gedaan. En helaas, tot op heden, heeft dat niet geleid tot een positief resultaat. Dus misschien zitten we met dit soort therapieën een beetje te laat. Een van de middelen die mogelijk al wel eens voorbij is gekomen, maar dat is afitoop. Dat is zo'n middel wat geprobeerd is. En wat daarvan is aangetoond, is dat het inderdaad die antilichamen produceert. En je ziet ook dat het alpha-synucleïne eiwit in het hersenvocht verlaagt. Dus dat zijn allemaal gunstige effecten. Maar de ultieme proof of de concept dat het ook klinisch werkt en dat mensen dus beschermd worden tegen verdere progressie van de ziekte, dat is helaas nog niet aangetoond. Dus vervolgstudies met dit middel zullen hopelijk nog volgen, maar in die fase zitten we.
Er zijn twee andere studies die ook hebben gekeken naar die actieve en passieve immunisatie van Roche en Biogen. En die zijn allebei afgebroken omdat eigenlijk de effectiviteit onvoldoende was. Dus dat is tot nu toe een wat teleurstellende route. En ja, dus ik denk gezien de tijd dat... Ja. Nee, dus er is wel, zeg maar, wat jij zegt, hè, er is wel een route of zo, of er wordt wel gezocht in die richting. Voor nu zeg je, de resultaten zijn eigenlijk nog wat teleurstellend. In ieder geval, het proces lijkt oké, maar het resultaat nog niet. Grofweg, denk je dat dit een route is waar je over 3 of 5 jaar wat verdere paaltjes hebt kunnen slaan? Ja, misschien één andere route. En ik denk dat we dan een beetje door de tijd heen zijn. En dat is eentje die zou ik nog wel graag willen benadrukken, want daar spelen we als Nederland ook een belangrijke rol in. De laatste jaren is bekend geworden dat een belangrijke risicofactor voor het krijgen van de ziekte van Parkinson, maar ook voor de progressie van de ziekte, is een erfelijke variant. En die erfelijke variant die heet GBA, glucocerebrosidase. En het blijkt, in tegenstelling tot wat we een aantal jaar geleden helemaal niet wisten, dat ongeveer 1 op de 6 Nederlandse Parkinson-patiënten heeft een mutatie in dit gen. En dat leidt er dus toe dat je een verhoogde kans hebt om te krijgen de ziekte hebt. Dat je wat meer kans hebt om wat sneller last te krijgen van de motoren en niet-motoren symptomen. Nou, dat enzym is betrokken bij de afbraak ook van hetzelfde eiwit, van die alpha-synucleïne. En een van de stoffen die eigenlijk helemaal niet aanvankelijk bedoeld was om dit proces te beïnvloeden, is ambroxol. En ambroxol is van oorsprong een slijmoplosser. Dus die werd gebruikt voor mensen die vastzittende hoest hadden, zoals dat heet. En toen bleek dat dit middel ook een rol lijkt te spelen en speelt bij de afbraak van die alpha-synucleïne. En inmiddels is er redelijk wat onderzoek gedaan waaruit blijkt dat dit middel ook in de hersenen komt in voldoende hoeveelheid. Dat het ook daadwerkelijk dat enzym kan activeren en dat daarvan de afbraakproducten ook daadwerkelijk dan verminderen. Dus dat zijn allemaal gunstige feiten. En nu is het zo dat, onder andere in Groningen, maar gaan we dit jaar beginnen met een klinisch langdurig onderzoek naar het effect van dit middel. Omdat dat beschikbaar is. Inmiddels, het wordt op dit moment geproduceerd in voldoende hoge doseringen, want je moet veel meer geven dan voor die slijmoplossing. En dat zou dus een route kunnen zijn die inderdaad echt voor het eerst iets gaat doen aan ziekteprogressie. Maar ja, we moeten eerst de data zien of dat ook daadwerkelijk zo zal zijn. Want het is nou, en als ik jou goed begreep, was dat dan specifiek voor de mensen met die erfelijke vorm, die GBA die jij zei? Ja, nou, daar is iets heel interessants over te zeggen. 30 seconden. Het is vooral voor die groep, maar het lijkt erop dat het ook de mensen die de variant niet hebben, ook mogelijk kan verbeteren. Dus dan zou het voor alle Parkinson-patiënten gelden. Misschien met wat andere mate van effectiviteit. Maar het is dus een veelbelovende benadering, waarvan ik hoop dat we over 1 of 2 jaar, nou, het zal wel 3 jaar worden, echt meer kunnen zeggen. Ja, die relativering is goed, denk ik, hè, Teus. Want het zijn natuurlijk processen die gewoon heel lang duren. Dus zowel op symptoombestrijding zijn er een aantal dingen die jij schetste die al mogelijk snel beschikbaar komen. Ja. En op het gebied van ziekte remmen zijn er routes, maar daar moeten nog grote stappen gezet worden. Ja, en ik denk, elke neuroloog hoopt dat hij dat meemaakt in zijn leven, zeker als je in Parkinson geïnteresseerd bent. Maar we zien dat er ongelooflijk energie in wordt gestopt. En dat het ook naar onze zin veel te langzaam gaat. Maar, Nou, maar ik denk dat wel een van de belangrijke boodschappen is nu vandaag ook. Hè, van de nuancering en de relativering van hoe lang dat soort processen ook duren. Ja. Aan de andere kant wel de hoop dat er zeker heel hard aan gewerkt wordt. Daar gaan we ook hier in de studio met Marina en Rudy ook over doorpraten. Dankjewel Teus voor het delen van je kennis. En we vragen je zeker weer voor nieuwe updates. En dankjewel. Fijn dat je dit wilde doen. Kan ik zo'n beetje in de coulissen even mee blijven luisteren? Of is het nu voorbij? Het doek gaat weer. Van mij mag je meeluisteren, Teus. En heel erg bedankt. Oké, dankjewel. Oké. En dank voor de uitnodiging. Dag, hè. Ja. Er wordt al heel, wat Teus schetst, alweer een andere vorm van erfelijkheid, zeg maar, benoemd. Daar even straks over had. Voor de duidelijkheid, het is dus echt een andere vorm dan wat jij hebt.
Teuns heeft een heleboel verteld. Heel kort, geeft dit jullie hoop? Nou, volgens mij is het niet zozeer voor mij van toepassing. Dus ik, nee. Nee. Maar ik zit ook niet zo op hoop te wachten, omdat ik een erfelijke variant heb. Ik weet waar het naartoe gaat. Dus ja, ik heb niet extra hoop nodig. Dus. Ja, nee. Ja. En jij, Marina, jij schudde nee? Nee, voor mij geeft het geen hopamine, Teuns. Hopamine? Ja, hopamine. Ja. Hoewel dat ja, wel belangrijk is. Ja, waarom niet? Omdat ja, eigenlijk de ziekte van Parkinson niet bestaat. Daar hebben we het al net over gehad. Hè. Je hebt allerlei vormen. Bij de Parkin-mutatie heb je bijvoorbeeld niet die ophoping van alpha-synucleine. Dus dan kun je het wel willen gaan afbreken, maar dat hebben we niet eens. Dus in die zin is het niet zo dat er maar één ziekte van Parkinson is. En heb ik niet de hoop dat ze per se voor mijn ziekte van Parkinson dan de oplossing vinden. Vind ik ook helemaal niet zo erg, want ik heb hele andere hopamine. Door gewoon de dingen te doen die ik nu kan doen. Ja, ja, maar jullie doen natuurlijk wel op allerlei manieren actief mee aan onderzoek. En zelfs voor een heel groot deel jullie werk. Ergens zit er wel een enorme drive, denk ik, om een bijdrage te leveren. Wat is dat? Ja, ik hoop ook niet zozeer op genezing. Maar met mijn onderzoek wil ik het leven vergemakkelijken van Parkinson-patiënten. Dus er zijn allemaal hulpmiddelen te bedenken die het leven makkelijker en draaglijker maken misschien. Dat blijkt uit onderzoek wat onder andere hier gedaan wordt. Je kunt monitoren hoe iemand gedurende de dag beweegt. En dan kun je ook de dopamine level een beetje uit aflezen. En als je dat weet, zou je kunnen zeggen van ja, moet je niet een pilletje slikken nu, want over een uur ben je weer zover. Dus op wat simpeler niveau zitten wij te kijken of je het leven gewoon makkelijker kunt maken. Ja, ja. Nou, dat is wel mooi dat je dat zegt, hè, om die vertaalslag ook echt te maken. Dat is wat jullie allebei natuurlijk ook heel erg proberen. Jij met kennis, maar jij ook echt met concrete producten. Ja. Je hebt het ook over bewegen. Bewegen is natuurlijk heel belangrijk bij mensen met Parkinson. We hebben onder andere ook een bijdrage van Alice Nieuwboer. Zij is professor in Leuven en praat ons bij over een nieuwe ontwikkeling in de revalidatietherapie als het gaat over lopen bij mensen met Parkinson. Mijn naam is Alice Nieuwboer. En ik werk aan het departement revalidatiewetenschappen aan de Katholieke Universiteit van Leuven in België. En ik wil u kort iets vertellen over een nieuwe ontwikkeling in de revalidatie, namelijk dat is het trainen met een splitbelt loopband. Zo'n loopband heeft twee banden, waarvan de snelheid aan elk been apart kan worden aangepast. En door dat dan te veranderen, kun je eigenlijk een gangverstoring oproepen. Wat is daar nu zo interessant aan? Zo'n gangverstoring vraagt een aanpassing die heel gelijkaardig is aan wat je in het dagelijks leven moet doen, als je bochten moet nemen en je gangpatroon moet aanpassen aan de dagelijkse omstandigheden. Het is ook een hele onbewuste training en je hebt er dus heel weinig gerichte aandacht voor nodig. Hoe moet ik me zo'n training nu voorstellen? Nu, over verschillende trainingssessies kunnen we de frequentie van die gangverstoringen steeds vergroten en daarmee ook de uitdaging van die verstoringen groter maken. En die kunnen we mooi aanpassen en heel mooi doseren aan iedere patiënt. Wat willen we bereiken met zo'n training? Dat de weerstand tegen gangverstoringen vergroot. En dat is vooral van belang voor mensen met freezing of gait, die juist zo'n verminderde weerstand hebben. We hebben tot nu toe al één onderzoek gedaan met één sessie. En dat vergeleken bij gewone loopbandtraining. En we hebben hele mooie, spectaculaire resultaten gezien. Namelijk na één zo'n sessie wordt het vriezen verbeterd. En ook het draaien tijdens het stappen overgronds met een dubbeltaak verbetert aanzienlijk. En daarom zijn we nu ook bezig om een studie te doen naar wat 4 weken met zo'n loopbandtraining nu eigenlijk oplevert. Maar in de toekomst hebben we nog wel wat tijd nodig om echt goed na te gaan of ook zo'n loopbandtraining invloed heeft op het stappen in het dagelijks leven. Dus we zijn nog wel 3 jaar bezig met dit onderzoekswerk. En daarna moeten er nog wel wat stappen gezet worden
om dergelijke loopbanden ook beschikbaar te maken voor patiënten in kinesietherapeutische praktijken. Want op dit moment staan die vooral in revalidatiecentra. Maar al bij al denk ik dat we met deze nieuwe richting een mooie toekomst tegemoet gaan om de draaiproblemen en de gangproblemen bij patiënten met de ziekte beter het hoofd te kunnen bieden. Nou, Alice schetst eigenlijk al heel mooi, vind ik, aan het einde dat de vertaalslag naar de praktijk ook nog volgt. Hè, na zo'n onderzoek in een revalidatiesetting, wat ze zegt, met zo'n ingewikkelde loopband. Dat is eigenlijk iets waar jij ook veel mee bezig bent, hè, om juist heel toegepaste dingen te ontwikkelen voor mensen met Parkinson, voor dingen waar ze vandaag zeg maar tegenaan lopen. Kan jij een voorbeeld geven van een product wat jullie ontwikkelen met studenten? Ja, we kennen een patiënt ergens in het noorden van het land en die komt uit zijn vries, of als hij in een cirkel staat, dan vriest hij vast. En dan kan hij eruit komen als hij op zijn hoofdtelefoon zijn favoriete muziek heeft staan. Alleen om die aan te zetten, moet hij een knop of iets indrukken. En dat is lastig voor een Parkinson patiënt vaak. Dus heeft hij met Google en allerlei connecties heeft hij stemherkenningen ingeschakeld. Maar ja, dan moet hij nog allemaal apparaten met elkaar verbinden. Dus nu zijn we eigenlijk een spraakherkenning, meer een klankherkenningsmodule aan het ontwikkelen. Een hele simpele versie, heel goedkoop, die aan zijn gehoorapparaat gekoppeld kan worden, zodat hij op eenvoudige wijze gewoon zijn muziek opgestart kan krijgen. En wat voor een signaal moet hij daar dan voor geven? Moet hij iets zeggen bijvoorbeeld? Hij moet zeggen, go of start. Oh ja, kijk. Ja. En dan op die manier hoort hij die muziek. En dan kan die dus... Dan kan hij uit zijn cirkel, uit zijn vries of wat dan ook. Oh, het is een heel mooi concreet product. Ja. Ja, en dat ontwikkel je met studenten. Ja. Ja, ja, mooi. Mooi. Behalve over nieuwe therapieën praten we natuurlijk vandaag ook over hoop. Ik vroeg jullie net al even, naar aanleiding van het verhaal van Teus. Bas, hoe zie jij dat? Ja, ik wil toch nog even reageren op wat jullie twee zeiden, want er kijken 10.000 mensen mee live of naar uitzending gemist. En ik vind dat er wel reden voor hoop is. En dat zeg ik ook elke keer in mijn spreekkamer. En je moet als dokter oppassen dat je geen valse hoop geeft. En professor Van Laar heeft dat denk ik fantastisch samengevat, dat het balanceren is tussen de verwachtingen en de realiteit. En er zijn natuurlijk twee waarheden, en ik snap jullie waarheden. Hè. De waarheid van vandaag is dat mensen met Parkinson wachten op een spectaculaire doorbraak die vandaag het leven beter maakt. En na levodopa en waarschijnlijk de hersenoperaties hebben we die spectaculaire doorbraak nog niet gehad. Dus ik snap jullie punt. Tegelijk is een andere waarheid dat professor Van Laar en andere wetenschappers en ik zien dat de kennis over wat er misgaat in de hersenen, de pipeline, de ontwikkelmachine van nieuwe medicijnen, breder is dan ooit. En dat er 10, 20, 30 trials lopen in de wereld met medicijnen die mogelijk Parkinson gaan afremmen en wie weet ooit gaan stopzetten. En we hebben gezien alle mislukkingen bij Alzheimer. Hè, dus ik ga geen zoete broodjes bakken. We gaan mislukkingen tegenkomen. We gaan teleurstellingen krijgen. En toch heb ik de stellige hoop dat in mijn carrière, maakt er geen geheim, ik ben net 54 geworden. Ja, hij is iets jonger dan Teus. Ja, net, nou, dat ziet iedereen ook natuurlijk Teus, even een geintje. Maar dat in mijn carrière, dat ik mee ga maken, dat er iets is waardoor we Parkinson misschien kunnen gaan afremmen. En ik denk dat mensen hoop mogen hebben, zonder zoete broodjes te pakken. Ik hoor jou bevestigend antwoorden. Ja, ik weet niet, daarnet ging ik een bepaalde eenrichtingsstraat in, maar dat heb ik wel eens. Maar al met al is er wel heel veel hoop, want ik heb hier alle bolletjes van alle clinical trials die er echt bezig zijn op het gebied van Parkinson. En dat is heel veel. En ik denk dat ik even op één clinical trial inhaakte van Parkin en alfa-synuclein, dus was ik even de hoop kwijt. Maar ik ben heel erg hoopvol, omdat er zoveel gebeurt in de wereld, dat er zoveel input is van mensen die aan mijn ziekte, laten we wel wezen, willen werken überhaupt. En ze hebben het niet eens. Ik denk, nou, dat vind ik amazing, dus petje af. Dus die hoop heb ik helemaal. En ik denk ook dat daar wat uit gaat komen. Ja. Mooi, mooi ook. En ik denk ook dat wat jij zegt, dat het ook twee kanten heeft. Hè? Want vandaag verandert er nu even niks. Maar er gebeurt zo ontzettend veel. Ja. Laat iets zien. Ja. Oh ja, ik denk niet dat we dat thuis kunnen zien, maar in het voorgesprek hadden we het erover dat jij heel recent eigenlijk ook met Bart Post hebt gesproken over, ik geloof dat je het noemt Ranking the Trials, wat er nou allemaal bekend is. Klopt. Daar heb je ook wat visualisaties van gemaakt. Hè? Ja. Wat is jouw doel om daarmee? Nou, ik wou weten wat er te koop is, waar ik eventueel vragen mag en kan stellen, waar ik iets kan bijdragen, dat is het eigenlijk. Maar ook hoe kan ik zeg maar die kennis een beetje vertalen voor andere mensen met Parkinson. Want ik merk dat er dan een overzicht van clinical trials in een wetenschappelijk artikel staat. Maar hoe laag is dat eigenlijk voor de mensen die nu kijken? Dus probeer ik het toch in plaatjes te zetten van joh,
Hè, ze zijn met antioxidanten bezig, want er is oxidatieve stress in ons systeem. Ze zijn met allerlei type medicijnen bezig, dus dat schrijf ik dan op voor mijn klanten, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Maar dan nog is het te hoogdrempelig en dan is juist een interview met je eigen neuroloog van wat is jouw hoop nou? Toch nog beter eigenlijk. Ja. We zullen aan het einde van de uitzending ook de link naar nou, dat interview ook met Bart onder andere en al jouw mooie tekeningen die je erbij gemaakt hebt ook plaatsen, zodat u dat ook achteraf allemaal nog eens rustig kan nalezen. Het is eigenlijk een prachtig overzicht van wat er zo al speelt, hè. We hebben het inderdaad ook over nieuwe therapieën. Een van de nieuwe therapieën waar onderzoek naar gedaan wordt is Focus Ultrasound. En Saman Vinken gaat ons daarover bijpraten. Mijn naam is Saman Vinken. Ik ben neurochirurg in het Radboud UMC te Nijmegen en onder meer gespecialiseerd in de chirurgische behandeling van de ziekte van Parkinson. Ik wil u kort iets vertellen over een techniek die Focused Ultrasound wordt genoemd, afgekort ook wel FUS. Alle chirurgische behandelingen van de ziekte van Parkinson, dus ook Focused Ultrasound, hebben als doel om abnormaal functionerende hersennetwerken bij de ziekte van Parkinson weer wat normaler te laten functioneren. Dit betekent dus dat het de ziekte niet geneest, maar enkel helpt om sommige symptomen in bedwang te houden. Dit kan grofweg op twee verschillende manieren. Stimulatie, zoals bij diepe hersenstimulatie, ook wel DBS genoemd, en het heel precies aanbrengen van beschadigingen in bepaalde hersengebieden, ook wel lesies genoemd. Een van de manieren om een beschadiging aan te brengen is het gebruik van Focused Ultrasound. Focused Ultrasound wordt op dit moment al gebruikt voor de behandeling van essentiële tremor en de ziekte van Parkinson. De hele procedure vindt plaats in de MRI-scanner, waarbij de patiënt op de MRI-tafel wordt gelegd met het hoofd in een speciale helm. Deze helm wordt ook wel een transducer genoemd. Zoals de naam al doet vermoeden, wordt gebruik gemaakt van ultrageluid, ultrasound in het Engels. Door vele bundels ultrageluid op één plek te laten samenkomen, ontstaat een brandpunt. En in dit brandpunt wordt de temperatuur zo hoog dat heel lokaal het hersenweefsel permanent wordt beschadigd. Dit alles gebeurt op geleide van de MRI, waarbij real-time de temperatuur van het hersenweefsel kan worden gemeten. Een van de grote voordelen van Focused Ultrasound is dat het niet een operatie is waarbij een snee gemaakt moet worden om in de hersenen te komen. Alles gebeurt namelijk door de huid heen. Dit betekent dat mensen die niet in aanmerking komen voor een grote hersenoperatie, misschien wel voor deze behandeling in aanmerking kunnen komen. Daarnaast is het ook zo dat het effect van de beschadiging op de ziekte van Parkinson of de tremor meteen aanwezig is. Natuurlijk heeft deze techniek ook een aantal nadelen. Een van de belangrijkste nadelen is dat het hoofd van de patiënt volledig kaalgeschoren moet worden om goed in de transducer te passen. Dit is van belang zodat alle energie aankomt in de hersenen en dat het hoofd goed gekoeld kan worden. Een ander mogelijk nadeel is dat er weliswaar onderzoek is dat het directe effect van Focused Ultrasound laat zien op de behandeling van essentiële tremor in de ziekte van Parkinson, maar dat het nog ontbreekt aan lange termijn follow-up. We kunnen dus nog niet zo goed zeggen hoe lang dit effect aanwezig blijft. We hopen hierover in de komende jaren meer duidelijkheid te kunnen geven. Helaas is deze techniek momenteel nog niet beschikbaar in Nederland, maar we verwachten dat dat de komende paar jaar zal veranderen. Belangrijk is om te begrijpen dat net zoals bij alle andere chirurgische behandelingen van de ziekte van Parkinson, dit niet geschikt is voor iedere patiënt. Alvorens tot behandeling overgegaan kan worden, dient uitvoerige screening door een neurologisch team gedaan te worden. Nou, Saman legt het heel duidelijk uit, denk ik. Wie van jullie wil hierop reageren? Nou, mij lijkt het vooral heel eng. Wat lijkt je eng? Nou ja, dat is misschien een bekendheid ermee. Want DBS-verhalen ken ik genoeg. En dat is eigenlijk ook heel raar dat je iets in je hersenen stopt. En dat gaat meestal goed. Dus daar heb ik heel veel goede verhalen over. Maar dit is zo nieuw dat ik denk, ja, dat moet wel allemaal heel precies gebeuren. En je moet in één keer goed gaan. Ja, kijk even naar jou, Bas. Is dat terecht? Ja, of dat je dat, Ja, deep brain stimulation wordt vaak wel de zwaarste dag in je leven genoemd. Zeker als die operatie wakker plaatsvindt. Hè. Omdat mensen de medicatie moeten stoppen, dan vaker dan akelige nachten hebben en ook nog de hele dag tijdens de operatie zonder de pillen zijn. Daarom wordt nu in een aantal centra, onder andere in Nijmegen en Amsterdam,
ook wel onder narcose nu geopereerd. En lopen er studies om te kijken of dat onder narcose net zo goed kan als wakker. En dat is dan een grote service naar de patiënt toe. Ja, voor de goede orde, dat gaat dus over de diepe hersenstimulatie. Dat gaat over dus de diepe hersenstimulatie. En dat wordt gedaan onder andere omdat die wakkere operatie zo zwaar is. En het grote theoretische voordeel van een focused ultrasound, de FUS, is dat dat een veel kortere ingreep is met een veel minder grote belasting, waarbij mensen ook weer heel snel naar huis toe kunnen. Denk dat dokter Samenvinken heel goed zegt, we moeten nog wel kijken hoe lang dat werkt. Onder andere bij essentiële tremor, hele andere ziekten, zijn wel aanwijzingen dat de trillen dan ook wel weer terug kan komen. En of je dat soort behandelingen dan kan herhalen, dat zijn nog veel openstaande vragen. Ja, ja. Maar ik vind het een veelbelovende ontwikkeling, die voor een deel van de mensen op termijn echt wel een antwoord gaat zijn. Ja, en dat het spannend is wat jij schetst, dat is natuurlijk inderdaad wat jij zegt bij DBS ook. En dat was zeker een aantal jaar geleden ook nog veel erger, toen we dat ook allemaal nog niet wisten. Dus het is ook inderdaad wat je denk ik al heel terecht schetst, is gewoon de bekendheid ermee en de ervaringen die je erover hoort. Ja, die horen we hier natuurlijk nog niet van. Wat hij ook zegt, dat is ook nog niet beschikbaar in Nederland. Daarom is het wel heel stoer dat mensen met Parkinson zich opgeven voor dat soort onderzoeken. Ja. Ook iedereen nog een applaus voor geven die meedoet überhaupt met wetenschaponderzoek. Dat zijn zeker de spannende dingen. Hè. Dat is toch wat anders dan een stukje over het loopband lopen. Een horloge. Jullie hebben beiden een horloge om. Ja, zeker. Ja, zeker. Saman zegt van het is nog niet in Nederland beschikbaar. Hoe komt dat dat soms is dat het dan, Teus hoorden we dat ook al zeggen, hè, dat het in sommige landen wel beschikbaar is en in Nederland niet? Nou, in het geval van Focused Ultrasound is zo'n apparaat ongelooflijk duur. Dus om de hele infrastructuur op te zetten, dat kost gewoon heel veel tijd en energie. En ik denk dat dat een hele belangrijke verklaring is. Ik denk dat we ook even gekeken hebben naar de ontwikkeling in het buitenland, of het veelbelovend was. Nou, dat lijkt nu veelbelovend te zijn. Maar het is echt een hele kostbare infrastructuur. En daarin zou je in Nederland ook denk ik heel goed moeten samenwerken, om te kijken hoe je dat nou het beste voor de Nederlanders kunt gaan aanbieden. Ja, want dan is Nederland natuurlijk relatief klein, bedoel je, waarin je misschien met 1 of 2 apparaten alweer heel veel ziekenhuizen kan bedienen. Ja, ja. En tegelijk is natuurlijk weliswaar Nederland een klein land, maar er zijn natuurlijk veel mensen met Parkinson. En het aantal mensen neemt helaas ook toe, hè? De Parkinson-pandemie waar we het vaak over gehad hebben. Dus de vraag is met hoeveel centra je toe kunt, maar er hoeven er niet 100 van in Nederland te staan natuurlijk. Nee, duidelijk. Waar we u ook nog graag over bij willen praten in deze uitzending is stamceltherapie. Christine Mummery geeft ons een korte update hoe het daarmee staat. Mijn naam is Christine Mummery en ik ben hoogleraar ontwikkelingsbiologie in de Leids Universitair Medisch Centrum. Ik zou iets vandaag willen vertellen in het kort over hoe we beogen stamcellen te gebruiken voor de behandeling van de ziekte van Parkinson. De eerste stap is we moesten hersencellen maken van stamcellen. En dan wel een speciaal soort hersencellen, de zogenoemd dopaminerge neuronen. Als we deze cellen hebben en in een goede staat, ze moeten dopamine produceren. In Parkinson patiënten zijn deze cellen langzaamaan aan het verdwijnen. Dus veel Parkinson patiënten krijgen pilletjes met dopamine om dit verlies op te vangen. Als we de cellen kunnen transplanteren in plaats van pillen geven, kunnen de cellen continu de juiste dopamine afgeven in de juiste hoeveelheid. En we hopen daardoor een behandeling te kunnen aanbieden. Wat is de status van deze behandeling op dit moment? De klinische trials zijn net begonnen. 6 patiënten zijn al geïncludeerd in Japan. De regulatoire instanties hebben toestemming gegeven voor de behandeling van patiënten in de VS. In New York zou de eerste patiënt geïncludeerd worden binnen een paar maanden. En ook in Californië zijn mensen op de wachtlijst. Er is ook begonnen met vergelijkbaar regulatoire toestemming te krijgen in Zweden en in Groot-Brittannië. Dus wij verwachten binnen een jaar een aantal patiënten geïncludeerd zijn. En wie weet zullen we misschien de eerste uitkomst kunnen zien of de patiëntens conditie is verbeterd. Pas zullen over een aantal jaar, misschien over 5 jaar, weten we of meer patiënten baat bij hebben. En welke symptomen zijn werkelijk geholpen door deze behandeling. We weten niet of de cognitief achteruitgaan verbeterd zullen worden, of de tremoren wordt verbeterd, of de lopen wordt verbeterd. Dat moeten we nog allemaal afwachten.
Maar over 5 jaar misschien kunnen we weer vertellen en hopelijk een behandeling aanbieden aan de brede groepen patiënten die dit nodig hebben. Nou Marina, jij zei net respect voor de mensen die meedoen aan onderzoek. Ik weet niet wat jullie bekruipt, maar als ik dit hoor, dan... Dan helemaal. Ja, ja toch? Zeker. Ja. Ja, het klinkt... Tenminste, wat doet het met jullie als je dit hoort? Ja, maar Bas, die vertelde in het begin, voordat we de opname starten, over hoe dat nu zit met die stamceltherapie, met die snelwegen, hoe je dat uitlegde. Dat kan ook zoveel misgaan. Dat vind ik inderdaad wel redelijk eng. Als je dat ja, zegt. Wat kun je dat eens uitleggen, Bas? Nou, er zijn in de 90e jaren studies gedaan, waarbij mensen een operatie kregen met stamcellen, en waarbij een controlegroep een nep-operatie kreeg. Moet je je voorstellen, die werden de operatiekamer ingerold. Er werd van alles gedaan en gehusteld, maar er gebeurde helemaal niks in de hersenen. En uiteindelijk bleek de controlegroep er beter aan toe te zijn dan de geopereerde groep. Omdat die stamcellen, en dat is goed nieuws, die overleven in de hersenen. Die stamcellen gaan dopamine maken. Die stamcellen kunnen nog van alles. Hè. Die hebben een carrière als huidcel voor de boeg, als haarcel, als bot. Maar dat doen ze niet. Die kiezen ervoor om dopamine te gaan maken. En die groeien uit. Dat is allemaal goed nieuws. Het slechte nieuws is dat als mensen bijvoorbeeld een trage rechterarm hebben en dan nog een hele goede linkerarm, dat die dopaminecellen als het ware een 12-baan snelweg aanleggen naar de rechterarm, en dat is ook nodig, maar die leggen ook een 12-baan snelweg aan naar de linkerarm, die dat helemaal niet nodig heeft. En die arm wordt dus overbewegelijk. Dat noemen ze runaway dyskinesia's. En dat is een ingewikkeld probleem wat nog niet helemaal opgelost is. Het goede nieuws is, je zei al wat fijn dat er topmensen bezig zijn met mijn ziekte. Nou, het moet mensen met Parkinson hoop geven dat slimme mensen als een Christine Mummery, die echt een wereldtopper is, zich hiermee bezighoudt. Roger Barker, een hoogleraar in Cambridge, houdt zich hiermee bezig. En dat loopt nu echt op topniveau wetenschappelijk onderzoek, waarbij dit soort vraagstellingen nu geadresseerd worden. Ja, dus, en wat jij schetst is dat die cellen dus inderdaad al technisch heel goed in staat zijn om precies datgene te doen wat kapot is als je Parkinson hebt. Alleen is het nog, zeg maar, ja, de route die ze dan vervolgens moeten gaan afleggen, of hoe je dat dan, hoe ze dan zich ook moeten gaan gedragen, zeg maar. Ja. En, maar hele belangrijke stappen zijn dus ook wel al gedaan. Maar wat Christine volgens mij ook heel mooi schetst, is ook hier het tijdstermijnen en de aantallen ook waarin dat gaat. Hè? 6 mensen heeft het over, of 8 mensen, of 10. En dat heeft natuurlijk ook te maken met wat jullie zeggen. Het is ook natuurlijk heel spannend onderzoek en nog heel veel onduidelijkheid ook. Ja. En wat denk ik nog 2 belangrijke dingen bij die stamcellen is. 1, het is nog een wetenschappelijk een behandeling die nog onderzocht moet worden. Dus mensen die nu stamcellen aangeboden krijgen via internet door bedrijfjes, dat zijn misdadigers. Die mensen geld uit de zak kloppen. Anders kan ik het niet zeggen. Niet doen. Niet doen. Het tweede is, mensen denken soms dat stamcellen een genezing zijn voor Parkinson. Eigenlijk zijn stamcellen een methode om als het ware een dopaminefabriekje in je hersenen te brengen. Maar dat is niet een genezing van Parkinson, want het onderliggende ziekteproces gaat door. Er is van een van die heel vroeg geopereerde mensen uit de 90e jaren, is iemand overleden. En toen ze na de dood de hersenen bekeken, zagen ze dat de graft, het getransplanteerde materiaal, ook weer door het ziekteproces van de Parkinson was aangevallen. Dus de ziekte gaat wel gewoon door. Dus ja, het is een goede behandeling, maar het is symptoombestrijding. Het is eigenlijk dan in dat opzicht ook net als medicatie, levodopa, je dient op een andere manier dopamine toe. Precies. Maar het ziekteproces gaat gewoon door. Gaat door. Ja. Ja. De bulldozer die dit asfalt komt afbreken, die is er nog. Hè? Die is er nog steeds, precies. Ja, ja. 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 We hebben een heleboel nieuwe therapieën de revue laten passeren. Hè? We hebben het gehad over focus ultrasound. Alice heeft wat verteld over de revalidatiebehandelingen. Teus heeft wat verteld over de medicatie. Bas, als jij nou Parkinson zou hebben, waar heb jij de meeste hoop op? Nou, ik heb zelf veel hoop en verwachting van de groep medicijnen die Teus eigenlijk noemde, en dat noemen we drug repurposing. Dus eigenlijk zijn er 2 groepen medicijnen. 1 groep medicijnen wordt aan de tekentafel ontwikkeld om dat ziekteproces aan te pakken. Maar dat begint bij een muisje en dan een rat en dan een aap en dan een fase 1 bij mens, fase 2. En dat duurt jaren. Dat duurt rustig 20 jaar. Drug repurposing en dat middel wat Teus noemde, Ambroxol, is een bestaand geneesmiddel. En mensen hebben tienduizenden middelen bekeken. En gezegd, hey, van die tienduizenden middelen zijn er 10 of 20 die misschien iets doen op de ziekte van Parkinson.
Met als groot voordeel dat die middelen al jaren gebruikt zijn. In, voor andere dingen, ja precies. Voor suikerziekte, voor longziekte. En we weten de veiligheid dus al lang. Dus de kans dat die middelen veilig zijn is veel groter. En de kans dat ze dus snel een antwoord geven, positief of negatief, is ook heel positief. Dus een middel waar ik bijvoorbeeld veel hoop en verwachting van heb, is exenatide. Een geneesmiddel wat uit de suikerziektehoek komt, waarvan een eerste studie in de Lancet al positief was. En waarvan Tom Fulteny, een hoogleraar in Londen, in Engeland, nu op fantastisch niveau onderzoek doet in een langdurige, heel zorgvuldig opgezette studie. Die staat wat mij betreft echt model voor hoe die studies eruit moeten zien. En ik vind bijvoorbeeld exenatide een voorbeeld van een heel hoopvolgevend medicijn. Ambroxol, waar professor Van Laar onderzoek naar doet, vind ik ook een hoopvolgevend medicijn. En dat gaan we meemaken. Ja, ja. Ja, en de voordelen die jij schetst gaan dus ook gepaard met dat het, zoals Teus ook al zei, wat sneller beschikbaar komt, omdat we er al veel meer over weten bij andere mensen, ja, ja, zeg maar. Ja, ja, ja. En ik denk de andere is, denk ik, voor alle mensen die kijken, hè, zorg dat je op de hoogte blijft. Hè. Bijvoorbeeld parkinsonnext.nl, de website waarop je ziet waar alle wetenschappelijke studies in Nederland staan. Dat is een plek waar je goed op de hoogte blijft van wetenschappelijk onderzoek. Daar kunnen mensen zich registreren, dat kost niks. En daar hoor je en lees je wat er aan nieuwe ontwikkeling is. Dus een goed geïnformeerde patiënt is een gelukkigere patiënt. Ja, goed geïnformeerd. Dat kwam aan het begin ook al een beetje terug. Hè? Marina en Rudy, jullie hebben ook met heel veel bevlogenheid, zeg maar, echt die Parkinson ook, nou ja, een beetje, jij noemde het zo mooi, ik weet niet hoe het zei, maar ook een beetje eigen gemaakt. Hè? Als ik jullie nog mag vragen van wat, misschien niet zozeer hoop in de therapie of behandeling, maar wat geeft je nou energie om op die manier hiermee bezig te zijn? Ja, wat ik wel heel bijzonder vind, ik ken heel veel Parkinson-patiënten die iets oppakken en iets beginnen. Daar krijg ik heel veel energie van. Er wordt met heel veel positieve energie van alles gedaan. Zoals jonge mensen, Parkinson-cafés, apps worden er ontwikkeld. De zorg wordt verbeterd op verschillende manieren. Dus niet alleen de medicatie, maar ook op het kleine gebied. Er gebeurt gewoon heel veel, ook door patiënten. Ja, dus je geeft eigenlijk al aan, mensen zijn eigenlijk heel betrokken, hè? Mensen met Parkinson, en die komen ook met allerlei nieuwe ideeën. Ja. En dat geeft jou ook energie om zo dicht betrokken te zijn. Ja, ja. Dat is nogal een positieve vibe geven. Ja, dat inspireert jou ook waarschijnlijk weer om er zelf aan de slag te gaan met jouw studenten. Ja. En ik merk dat ik kreeg heel veel, af en toe Parkinson patiënt, die heeft dan weer iets uitgevonden en dan komt dat bij mij terecht. Of wij daar weer iets verder mee kunnen doen. Ja, ik zie je nu al gaan stralen, dus volgens mij hoef je niet te vertellen dat dat is heel leuk. Ja, ja, en Marina, voor jou? Ja, ook, ik zeg wel eens van, als iemand een nieuwe Parkinson heeft gekregen, zeg ik, leuk, join the club, wat kan je nog meer behalve Parkinson hebben? Dus dat ik het heel erg leuk vind, fijn vind, dat je niet alleen Parkinson hebt, maar ook met je unieke talenten. Dat geeft mij hoop, dat ik dat iedereen zie doen, dat je een bijdrage kan leveren. Ja, 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 mooi. En die bijdrage leveren jullie enorm ook, hè? Vandaag ook, door alles te delen en te reageren op al dit soort nieuwe behandelingen, hoopvol of spannend, of fijn dat jullie dat hebben willen doen. Teus, heb jij nog een laatste reactie, of wil jij nog iets delen met ons? Nou, allereerst dat ik dit een ongelooflijk mooi en gebalanceerd overzicht vind, in zo'n korte tijd zoveel informatie over nieuwe ontwikkelingen, dus in die zin vind ik het een voorrecht mogen werken. En wat, als ik nog één opmerking mag maken, bijvoorbeeld focus ultrasound, moeten mensen zich goed realiseren, dat is een letsel maken. Wel een geavanceerde manier van een letsel maken. En dat heeft ook bepaalde beperkingen toch weer, waarom we ook wel weer aan de ene kant hopen dat het komt, maar aan de andere kant ook beseffen dat het een wat modernere en beter gestuurde manier is dan wat we nu al jaren doen aan die letsels maken. Die de beperking hebben, dat je dat maar eenzijdig kunt doen. Dus daarin heeft het ook zijn beperking. En de oplossing zit niet zozeer in dingen stuk maken, als in nieuwe verbindingen tot stand brengen. En dat is eigenlijk een veel grotere uitdaging. Nou, dat is dus een soort algemene, misschien wat filosoferende opmerking aanzien van die focus ultrasound. Maar verder vond ik het een erg mooie, gebalanceerde uitzending. Dankjewel, Thijs. Ook heel leuk om op deze manier dit te kunnen doen samen. Dat we toch je kennis zo kunnen gebruiken en kunnen delen met iedereen. Bas, heb jij nog een laatste boodschap? Wil je nog iets delen? Wil je nog iets aanvullen? Nou, misschien het allerbelangrijkste is, denk ik, als mensen daar ergens hoop aan moeten ontlenen, is het A, dat we de shift gemaakt hebben van patiënt met Parkinson naar mens met Parkinson. En dat, daar staan jullie allebei, denk ik, voor. Dus dat we niet alleen kijken naar wat je niet kan, maar naar wat je wel kan.
En het tweede is dat we ons steeds meer realiseren dat de ziekte van Parkinson niet bestaat. Er komt binnenkort een artikel uit in de Lancet waarin ik zelf heb mogen bijdragen. Waarin we zeggen, er zijn 7 miljoen ziekten van Parkinson in de wereld. Namelijk net zoveel als er mensen zijn met Parkinson. Ieder heeft zijn eigen Parkinson, zijn eigen behandeling. Een deel zit vast aan erfelijkheid, maar een deel zit ook vast aan je compensatie en hoe je omgaat met je wensen en je prioriteiten. Dus zorg op maat, precisiegeneeskunde, dat ligt echt om de hoek. En ik snap alle mensen die kijken en die zeggen, ja, maar ik merk het vandaag nog niet. Dat snap ik heel goed. Maar de mensen mogen toch hoop hebben dat tussen nu en afzienbare termijn er dingen gaan veranderen, tastbaar gaan veranderen. Ja. En daar sta ik mee op en ga ik mee naar bed. Professor Van Laar is daarmee bezig. Professor Mumry is daarmee bezig. Dr. Vink is daarmee bezig. Heel veel mensen werken daar dag en nacht aan. En daar moeten mensen hoop aan ontlenen. Ja, ja. Ik denk en ik hoop in ieder geval ook dat deze energie en die inspiratie die we hier gevoeld hebben, dat die ook over is gekomen. We hebben inderdaad geprobeerd wat Teus van Laar zei, een overzicht te geven. We zijn natuurlijk niet volledig, er gebeurt heel veel, maar we hebben wel geprobeerd de belangrijkste dingen vandaag te bespreken. Vanaf morgen kunt u dit ook terugkijken, zodat u nog eens een keer op pauze kunt klikken en hem even een stukje terug kunt spoelen als u denkt, wat zeiden ze daar nou ook weer precies? We zullen ook wat informatie over Parkinson Next en over het materiaal wat Marina heeft gemaakt onder de uitzending zetten, zodat u ook daar op de hoogte kunt blijven. Wat Bas ook zegt, zodat u goed geïnformeerd kunt blijven over de ontwikkelingen rondom de ziekte van Parkinson. Heel erg bedankt voor jullie bijdrage, jullie hier zijn, jullie kennis en jullie energie. Teus, bedankt voor jouw aandeel. U bedankt voor het kijken en nog een hele fijne dag. En we zijn er op 19 maart weer. En dan maken we weer een nieuwe uitzending voor u. En ik moet voor het eerst van mijn leven spieken waar die over gaat. Over onzichtbare aspecten. Hoe kan ik dat niet? Ja. Graag tot de volgende keer. Hoi, mijn naam is Aljon de Laar en ik werk als onderzoeker bij het Radboud UMC in Nijmegen. Hier werk ik samen met mijn collega's aan een nieuw onderzoek, genaamd Parkinson at Home 2. Dit onderzoek is een samenwerking met Philips Research en tijdens het onderzoek willen wij graag in kaart brengen hoeveel mensen met de ziekte van Parkinson in het dagelijks leven bewegen en hoe vaak zij vallen. Er is namelijk nog maar weinig bekend over hoe mensen met de ziekte van Parkinson in de thuissituatie functioneren. Daarnaast is dit nog niet eerder in grote groepen of over langere perioden gemeten. Tijdens het onderzoek zal een van mijn collega's of ik 1 keer bij de deelnemer thuiskomen. Dan zullen we samen met de deelnemer een aantal vragenlijsten invullen en ook wat loop- en balanstesten uitvoeren. Verder zal de deelnemer uitleg krijgen over het gebruik van dit horloge. Dit horloge kan namelijk het beweegpatroon en eventueel vallen van deelnemers registreren. We vragen dan ook de deelnemers het horloge voor een periode van 1 jaar te dragen. Daarnaast vragen we deelnemers wat extra informatie te verzamelen wanneer zij gevallen zijn. Wanneer de periode van 1 jaar is afgerond, is ook deelname aan het onderzoek voltooid. We zijn nog maar net aan het onderzoek begonnen, maar we hopen aan het eind van het jaar 200 deelnemers gevonden te hebben. Daarom zou het heel erg fijn zijn als u, kijker van Parkinson TV, een bijdrage zou willen leveren aan dit onderzoek. Dus, bent u in het afgelopen half jaar minimaal 1 keer gevallen en zou u een bijdrage willen leveren aan dit onderzoek? Meld u dan aan via de projectpagina. Hier kunt u ook meer informatie vinden over het onderzoek en eventueel met ons in contact komen bij vragen. Wie weet tot ziens in het onderzoek Parkinson at Home 2.